Enkele jaren geleden is de rust met het taalhorecaplein gewonnen op basis van het zakwoordenboekje uit 1609 van het Huis van het Nederlands Brussel. We merkten dat heel wat uitzendkrachten die in de Brusselse horeca werkten, een extra tool konden gebruiken om de Nederlandstalige klanten te bedienen. En daarom hebben we dus dit zakwoordenboekje aangewend om een horecataalplein te ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag gebruiken wij het zakwoordenboekje nog steeds en verdelen wij dat nog steeds onder onze uitzendkrachten en kandidaat-uitzendkrachten die aan de slag willen gaan in de Brusselse horeca. Het zakwoordenboekje zelf bestaat uit verschillende standaardzinnen, specifiek gericht op de taal van de horeca, woordenlijsten en een basisgrammatica. Het project bestond erin dat wij verschillende oefenmomenten organiseerden voor onze uitzendkrachten. Tijdens deze oefenmomenten werd er vooral gewerkt aan de uitspraak van de zinnen, rollenspelen en dergelijke meer. Zoals bijvoorbeeld... kan u dit biljetje even wisselen? Die zinnen werden allemaal tijdens de verschillende oefenmomenten aangekaart en geoefend. Naast de oefenmomenten, die verschillende weken plaatsvonden, waren er ook wekelijks verschillende aanmoedigings-sms'jes die verstuurd werden naar onze uitzendkrachten. Wat is het verschil tussen een appelsien en een citroen? En dan konden zij dat terugvinden op een bepaalde pagina. Dus die aanmoedigings-sms'jes waren er om hen te stimuleren om continu het zakwoordenboekje te blijven gebruiken. In het filmpje dat volgt zal je Patricia zien. Zij volgde ons opleidingsproject mee. Zij is momenteel nog steeds werkzaam in de Brusselse horeca en maakt nog dagelijks gebruik van ons zakwoordenboekje. Goeiedag, hebt u de kaart alsjeblieft? Ja. Alsjeblieft. Lekker. Wat is de dagsoep? De soep is aspergesoep. Aspergesoep, mm-hmm. Dat is goed. Ik voel de soep wel heel heet. Excuseer me, de ramen is te lief. Kan je de soep extra warm maken, alstublieft? Ah, het is genoteerd. Wilt u iets drinken? Een colaatje, alstublieft. Ja. Smakelijk eten. Ja, dank u wel. Ja, kan ik een nieuwe lepel krijgen alsjeblieft? Zal ik ook. Die lepel, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Excuseer, kan ik de rekening krijgen alsjeblieft? Jazeker. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Sorry, maar ik heb geen kleine geld alsjeblieft. Oké, ik zal eens kijken of ik iets kleiner heb. Zo, het is beter. Alsjeblieft, dank u. Ja, dank u wel. Tot ziens. Hè. Tot ziens. De cursus was heel leuk. Ik heb veel geleerd. Gebruik het boekje elke dag.